to Jurassic Park. Oh, Jomas mannen. En natuurlijk vrouwen. Vandaag gaan we het hebben over een van mijn favoriete onderwerpen. Namelijk de grote giganten die voor ons kwamen. De reptielen die maar angstaanjagend leken. En de beesten waar een groot assortiment van films op is gebaseerd. Jullie raden het natuurlijk al, dinosaurussen. Het verhaal van de dinosaurus, dat letterlijk verschrikkelijke hagedis betekent, begon zo'n 230 miljoen jaar geleden. De periode waarin ze leefden heette het Mesozoïcum. Deze periode kon onderverdeeld worden in drie tijdperken, waarvan jullie waarschijnlijk al wel eens eerder hebben gehoord. Het Trias, het Jura en het Krijt. Het Mesozoïcum eindigde zo'n 65 miljoen jaar geleden. Hoe deze periode tot zijn eind kwam, krijgen jullie straks nog later in deze video te horen. Het Mesozoïcum was dan ook echt HET tijdperk van de reptielen. Ze waren de eerste echte gewervelde landdieren. Ze waren namelijk niet meer afhankelijk van water voor hun voortplanting. Een embryo droogde snel uit als het gewoon op land aanwezig was. Dit kwam omdat door evolutie nog geen eierschalen waren gemaakt. Bij de reptielen was het overigens wel mogelijk en konden zij dus gewoon op land hun eieren leggen zonder dat er gevaren waren van de omgeving om hen heen. Laten we het eerst ook nog even hebben over de drie verschillende tijdperken die ik zojuist heb genoemd. Het Trias, het Jura en het Krijt. Aan het begin van het Trias, zo'n 230 miljoen jaar geleden, leefden er maar eigenlijk drie soorten reptielen. De synapsiden, de schildpadden en de archosaurussen. Aan het eind van het Trias overheersten de archosaurussen. Tot deze groep behoorden de dinosaurussen, de krokodillen en de pterosaurussen. Aan het eind van het Trias bestond ook de aarde nog uit één landmassa, ook wel Pangea genoemd. Het was erg droog en warm en omdat er geen binnenzeeën waren, bleef de temperatuur vrijwel constant. Na Trias volgde het Jura, zo'n 203 miljoen jaar geleden. Aan het begin van het Jura hadden de dinosaurussen bijna al hun tegenstanders op het land verdrongen. Terwijl onze voorouders, de zoogdieren die toen nog niet groter waren dan een hedendaagse cavia, nog onder de grond in holen schuilden. Tijdens het Jura nam ook het formaat van planteneters, ook wel herbivoren genoemd, toe. De sauropoden, zoals de Brachiosaurus of de Diplodocus, werden de grootste landdieren die ooit op de aarde geleefd hebben. Dit betekent natuurlijk niet dat de vleeseters, ook wel carnivoren genoemd, gewoon maar stil zaten in dit tijdperk. Nee, de vleeseters werden ook steeds groter. En niet alleen in aantallen, maar ook in omvang. De Allosaurus bijvoorbeeld was één vleeseter uit dit tijdperk die de alsmaar groeiende herbivoren maar als een lekkere snack beschouwde. Ook de fantastisch geniale film uit 1993, Jurassic Park genoemd, was gebaseerd op dit tijdperk en maakte dit tijdperk ook reuze bekend. Dinosaurussen werden hierdoor steeds bekender en daarom zijn er gewoon steeds meer films van deze filmserie gemaakt. Een echte aanrader en ik word geen eens gesponsord om dit te zeggen. Of de dinosaurussen van Jurassic Park qua uiterlijk ook echt overeenkomen met de dinosaurussen die ooit bestonden, is toch altijd maar de vraag. In sommige fossielen zijn er namelijk ook afdrukken van veren gevonden. Deze coole dinosaurus hier zou er dus net zo goed zo uit kunnen zien. Ook wordt er in de filmindustrie altijd een smerig trucje toegepast. Als ze dinosaurussen maken, plakken ze eigenlijk de huid letterlijk om het fossiel heen. Als we deze techniek zouden toepassen bij dieren uit onze tijd, zou ze er namelijk ook veel enger, veel angstaanjagender uitzien. Zo zou namelijk een baviaan eruit zien, zo een zebra en zo een zwaan. Het beeld dat de Jurassic Park films ons geven, of het beeld van de dinosaurus in het algemeen, kan dus erg afwijken van wat het in werkelijkheid was. En dat is voor velen onder ons, waaronder ikzelf, erg lastig te accepteren. We zijn intussen een beetje afgedwaald, maar we gaan weer verder waar we net waren geëindigd. We waren namelijk bezig met de periode, de tijdperken. Maar nu zijn we bij het Krijt aangekomen. Na Jura kwam het Krijt. En het Krijt is ook zeker niet een onbelangrijke periode om wat over te vertellen. Het bevatte namelijk een van de belangrijkste gebeurtenissen van de geschiedenis. Het duurde ongeveer vanaf 145 tot 66 miljoen jaar geleden en eindigde met de massa-extinctie van de dinosaurussen.
De naam krijt komt van het Latijnse woord creta, wat kalk betekent. Toen er onderzoek werd gedaan naar de grond van deze tijd, vonden de destijdse geologen dat de bodem voornamelijk uit kalklagen bestond. Het krijt bood ook vele dieren voor een lange tijd goede levensomstandigheden. Zo nam de vegetatie voor herbivoren toe, waardoor zij steeds makkelijker aan voedsel kwamen en waardoor ze ook gemakkelijk door konden groeien. Dit had natuurlijk ook een positief effect op de carnivoren. Naarmate hun prooi groter werd, werden zij ook groter. Laten we het nu even hebben over de dinosaurussen zelf. Er waren veel verschillende soorten. Sommige waren reusachtig, zoals de Keratosaurus of de Argentinosaurus. Terwijl andere, zoals de Velociraptor en de Compsognathus, maar klein waren. Een misconceptie over de dinosaurussen is vaak dat we denken dat ze allemaal in hetzelfde tijdperk leefden. Veel dinosaurussen die wij kennen, zijn elkaar eigenlijk nooit tegengekomen of wisten geen eens van elkaars bestaan. Dit komt omdat er zoveel tijd zit tussen de verschillende tijdperken. De Tyrannosaurus Rex bijvoorbeeld leefde in het late krijt, terwijl de Stegosaurus, die, leuk feitje, een brein had ten grootte van een walnoot, in het Jura leefde. Tussen deze twee periodes zit ongeveer 90 miljoen jaar. Grote roofdieren zoals de Tyrannosaurus Rex kozen vaak een makkelijke prooi om op te jagen. Jonge, oude of zieke dinosaurussen waren dan vaak ook de ongelukkigen. Een dinosaurus zo groot als de Tyrannosaurus Rex zou vaak genoeg hebben aan 3 of 4 volwassen triceratops per jaar om te overleven. Even om dit in perspectief te brengen, dit staat ongeveer gelijk aan 292 volwassen mensen. En toen ineens footsie. Na al die miljoenen jaren geleefd te hebben, waren de dinosaurussen ineens van de aardbodem verdwenen. Wat is er gebeurd? Zagen ze gewoon allemaal het leven niet meer zitten en besloten ze zich er letterlijk bij neer te leggen? Of zijn ze misschien vermoord of uitgeroeid of meegenomen door al ver ontwikkelde aliens? Nee, natuurlijk niet. Wat er wel gebeurde was dat er zo'n 66 miljoen jaar geleden een meteoriet insloeg in Mexico. Dit was niet zomaar wat puinsteen dat uit de ruimte vloog. Nee. Dit was een meteoriet met een doorsnede van 10 kilometer die met 100.000 kilometer per uur op de aarde afkwam. Deze inslag zou alles binnen een straal van 500 kilometer compleet verwoesten. Ook zou deze inslag leiden tot vele tsunamis en vloedgolven, wat dan weer verder zou leiden tot vulkaansuitbarstingen. Hierdoor werd de atmosfeer gevuld met giftige gassen en werd het ook een stukje warmer. Al het puin dat van al deze vulkaansuitbarstingen kwam, zou later ook weer neerdalen. En dit zou zorgen voor zure regen en vele vuurzeeën. Kortom, een erg naar klimaat voor een dinosaurus. De rest van het stof zou de zon verduisteren, wat ervoor zou zorgen dat er een veel koudere temperatuur kwam. Hierdoor zouden vele planten uitsterven en daardoor werd ook de voedselvoorraad maar al te schaars. De enige overlevenden waren dan kleine aaseters, zoals de vogels en de zoogdieren. Een andere verklaring voor deze massa-extinctie van de dinosaurussen is dat er tijdens het krijt de temperatuur steeds vochtiger werd. Hierdoor werden steeds meer moerassen en kleine riviers gecreëerd en werd het lastiger voor grote herbivoren om aan hun voedsel te komen. Als hun aantal hierdoor afnam, betekende dit natuurlijk ook iets slechts voor de voedselvoorraad van de carnivoren. Vaak wordt wel gewoon de meteorietinslag als verklaring gebruikt voor de massa-extinctie van de dinosaurussen. Dit komt simpelweg omdat we hier gewoon meer informatie over hebben en meer bewijs voor hebben. En laten we ook even eerlijk zijn, die tweede verklaring klinkt ook veel minder episch dan een meteorietinslag. En daar eindigt het dan eigenlijk. Het verhaal van de dinosaurussen. Ooit was de aarde hun domein, maar nu zijn ze slechts fossielen onder ons. Als je dit nou een leuke video vond, doe dan nog even dat blauwe duimpje omhoog. En als je meer over dinosaurussen wil zien, dan raad ik je wederom de Jurassic Park films aan. Ze zijn als het goed is gewoon op Netflix te vinden en het zijn gewoon super goede films. Ik zie jullie in ieder geval in de volgende video weer. Later!